verdedigend een moeilijke avond voor Heerenveen. Zonder Ten Voorde, Kuil en laatste man Maarten de Jong. Die er wel is, maar als muzikant. In het seizoen 92-93 eindigt SC Heerenveen op de tweede plek in de eerste divisie. En dus mag de ploeg van trainer Foppe de Haan via de na-competitie gaan vechten voor promotie. Fortuna Sittard acteert dat seizoen op het hoogste niveau. Maar door hun 16e plaats in de eredivisie treffen de Friesen en de Limburgers elkaar op 16 juni 1993 voor een allesbeslissend duel. De tweede promotie, 93. Leuk team. Ja, hoe ging die promotie? Dat was een wedstrijd tegen Fortuna en dat was een allesbeslissende wedstrijd. In de zin van dat zij gelijk aan een gelijkspel genoeg hadden. En wij moesten winnen in het oude stadion. En uiteindelijk hebben we die wedstrijd met 2-0 gewonnen. Dat was een doelpunt van rechtop en een doelpunt van Tammer. En dat betekende dat we de promotie hadden naar de Eredivisie. En jij zat in dat team. Wat was jouw rol in dat team? Ik zat toen meer de verdedigende rol. Ik was rechter centrale verdediger in die wedstrijd. En we hebben de nul gehouden, dus op zich was dat positief. De gasten uit Sittard hebben aan een punt genoeg om zich te handhaven in de Eredivisie. En na een matige eerste helft, waarin vooral SC Heerenveen het spel moet maken, weet Erik rechtop uiteindelijk in de tweede helft de Limburgse muur te slechten. Dat was de bedoeling althans. Rechtop. Schaap heeft veel ruimte, maar komt ver van de goal af. Die draait, die voorzet. En die zit erin. Erik rechtop scoort met het hoofd. Dat is heel lang niet gebeurd, maar nu gebeurt het op een heel belangrijk moment. Schaap komt in een moeilijke hoek, ver van de goal af, maar heeft de ruimte voor de voorzet. En dan heeft rechtop alle tijd om die bal binnen te koppen. Na de 1-0 moet Fortuna de gelijkmaker proberen te maken en de ploeg krijgt er ook de nodige kansen voor. En een prima reactie van Aldo Zwager. Fortuna heeft haast gekregen en speelt met de 8 man die eerder op eigen helft stonden. Nu meer naar voren. We krijgen dit soort situaties. En Oesta had de gelijkmaker op zijn schoen. SC Heerenveen maakt goed gebruik van de ruimte die ontstaat. En via een kopbal van Erik Tammer wordt de promotie naar de Eredivisie veilig gesteld. Die vanavond alles kan. En via komt de bal dan toch nog bij Schaap. Buitenom gaat Hellinga. Tammer is ook goed. Want die zit erin. En hier valt de beslissing. 7 minuten voor tijd. Hij scoorde 20 keer in de competitie. En hij doet het weer voor Heerenveen in de na-competitie. Op het beste moment dat je maar kunt bedenken. Toevallig kwam de bal bij Schaap. En Tammer is de man die de 2-0 binnenkopt. Ja, dit is Aldo Zwager, onze huidige keeper. Henk Heising, onze looptrainer. René Groen. Michel Doesburg. Leroy Echtold. Marco Roelassen. En hier heb je Erik Rechtop, daar heb ik nog een aantal jaren gespeeld mee in het buitenland. Riemer, Foppe, Jan de Visser. En dat was een van de hoofdsponsors van Unibind. Je staat zelf hier niet op, hè? Nee, ik zat net aan de buitenkant daar. Ja. Maar goed, je kan wel zien dat er sfeer was en dat was natuurlijk voor ons een mijlpaal. Promotie voor Heerenveen, want niemand twijfelt daar nog aan. En als een bulldozer loopt Kamataru Dekkers omver, die daar duidelijk last van heeft. Hij krijgt een eigen afscheidswedstrijd aanstaande vrijdag. Voor een goed doel, te huis, met gehandicapten in Craiova. En dan is het afgelopen. Uilenberg maakt er een eind aan na 51 minuten. En na een jaar is Heerenveen weer terug. Dat zeg ik, na 2 jaar in de PDT-telecompetitie. Nou, ik weet nog dat we naar het centrum geweest zijn, bij Pizzeria Paolo. En daar hebben we nog op het plafonnetje daar op de buitenkant hebben we nog gestaan. En daar zijn we nog klein gehuldigd. Dat was een geweldig feest. Ja, het ziet er nog steeds blauw-wit uit, maar ik denk dat we vanavond allemaal zo dronken als een aap zijn. Nee, dat is wel de bedoeling. Ik heb gezegd dat ik 3 dagen dronken zou zijn, maar we moeten vrijdag nog een afscheidswedstrijd van Cammy spelen. Nou, laat me een ander spelen, dat red ik niet, denk ik. Fortuna kwam hier maar voor 1 punt, dat was duidelijk, hè? Ja, en terecht, denk ik. Als gelijkspel hebben ze genoeg aan. En ik denk dat wij ook met een punt houden gaan zijn als het zo was.
Maar gelukkig is het niet gebeurd. Erik was echt een bijzondere. Erik die was echt heel creatief. Soms in de omschakeling was hij een doodsteek voor je team. Want hij nam ook veel risico in zijn spel. Maar als hij het op de heupen had, was hij maar niet te houden. Echt waar, die scoorde makkelijk, die gaf assist. Ja, was soms onafvolgbaar was hij soms. Hoe mooi is dat je daar onderdeel van bent geweest? Ja, dat is top. Dat gevoel heb ik nog altijd. Als je kijkt wat hier nu staat, daar kun je trots op zijn. En nu zaterdag ook weer Fortuna Sittard? Ja. Wat zijn de verwachtingen? De verwachtingen. Kijk, thuis wordt het tijd dat we die punten binnen kunnen houden. Ik durf ook wel te zeggen dat Fortuna, hoe die dat nu doen, dat die moet je niet onderschatten. Dat is wel een team die niks te verliezen heeft. Want ze zijn net nieuw in de Eredivisie. Maar ze spelen best heel aardig en in de omschakelingen kunnen ze best doeltreffend zijn. Dus ja, hopelijk weer 2-0. Nou, dat zou heel mooi zijn. Voor 2-0 dan teken ik gelijk en dan houden we drie punten hier.